helemaal gelukkig. Good morning! Het is maandag, ik ben op kantoor. Ik begin de maandag vaak met een doorloop met Evie, een soort Monday morning meeting. Dus die gaan we nu doen. Deze dag vliegt voorbij. Ik heb echt voor mijn gevoel één ding gedaan. Ik had nog niet eens ontbeten en toen nog niet eens geluncht. Dus ik zit nu even een salade te eten. Oh my god. We werken zo hard bij Atelier ook. We krijgen net weer echt een ontzettend geweldige mail binnen van iemand die ons merk helemaal ziet zitten. Die gesprek ook aan wil gaan om het daar in de winkel te krijgen. Dus ik kan gewoon... Oh, we zijn zo hard aan het knallen en het is zo tof om te zien hoe dingen steeds beter gaan. En waar we over een jaar kunnen staan. Dus dat is super leuk. Ik eet even lekker weer mijn Mexicana bol van Sla, een favoriet. Is zo lekker. En natuurlijk helemaal vegetarisch. Hey guys, ik ben thuis content aan het maken, dus Instagram posts en video's en dat soort dingen. Ik heb net iets voor Dyson gemaakt over mijn haren, hoe ik er volume en een mooie wave in krijg en het gezond houdt. En nu ben ik wat aan het preppen voor een interieur IGTV met wat leuke nieuwe spulletjes. Met vooral wat styling tips erin. Dit is wat ik nu thuis even aan heb. Ik vind dit dus best wel een chille hairstyle. Voorste plukjes gekruld en dan gewoon een heel laag rommelig los knotje. I like it. Dit soort jurken zijn ook zo chill. Een maxi met hier van dat elastiek en ook hier op de mouw. Waardoor die een soort mooi trompet effect krijgt en niet afzakt. Ook heel fijn. Deze is van Baum und Verdgarten. Ik ga nu nog even naar kantoor en dan naar Kim, de boot waar ze is. Waar ook andere vriendinnen zijn. Ik heb me even omgekleed in deze jurk van... Hoe heet dit ook alweer? Ik weet niet meer precies. Nog een form-fitting exemplaar. Deze tas draag ik erbij. Het is mijn grote wandlertas waar al mijn werkspullen in passen. Helemaal top. Ik vind het wel leuk om de laatste tijd wat meer soort van figure-hugging dingetjes te dragen. Waar ik eerder veel oversized droeg. Nu denk ik, let's embrace the curves. Ik ben lekker op de boot bij Kimars en Nicolas. Op mijn boot. Oh ja, ik heb nog officieel geen bod gedaan. Onze boot van ons allen. Wat een paradijs. Hi cuteness. Hi cuteness 2. Cheers. We hebben deze boot. Hoe lang zit hier nog, Kim? Nog een week. Tot donderdag. Dit is vakantie in eigen land. Hoi. Lekker dekje. Ja, het ziet er lekker uit, hè? Oh, hoe zou dit zitten? Mm. Oh, hé, hey, live. En hier hebben we net allemaal heel lekker eten gemaakt. Salades. Meerdere broden. Ja, hij heeft het brood. Ik heb dit in bakjes gedaan, dus ook koken. Wat salade, noemen we het. Een hele goede morgen. Of ja, middag inmiddels. Ik ben namelijk al de hele ochtend een IGTV aan het filmen in mijn woonkamer. Eigenlijk een living room, dining area IGTV. Ik laat vaak hoekjes van mijn huis zien, maar ik doe niet zo vaak een hele tour. Dat voelt misschien ook wel persoonlijk of ik maak er de tijd niet voor. Ik weet niet wat het is. Maar nu komt er dus een living room tour. De keuken hebben jullie al gezien, dus die is kort in beeld. Maar waar is nou de bank? Hoe ziet de eethoek er precies uit? Alles is in principe 10 centimeter lopen van elkaar. Dus dat klinkt misschien fancier dan het is, een eethoek. Maar leuk om op te nemen wel. En ook een goede reden om je huis weer eens op te ruimen. Dus dat heb ik ook maar meteen gedaan. Ik denk dat deze over een weekje of 2 op Instagram online komt. Verder is het vreselijk lekker weer. Dus we gaan onze spullen inpakken. En dan racen we naar kantoor. Lekker even door het zonnetje. Even bij mij thuis. Al zijn het veel meer gezellig. Deze superster. Hallootjes. Ateliertje om. Ateliertje om. Haarbandje. Helemaal leuk. En inmiddels is de dag voorbij gevlogen. En ben ik aangekomen bij Jolien. Die kennen jullie uit eerdere vlogs als het goed is. Jolien heeft een hele fijne salon. Die heet Jolien Skincare. En daar kom ik eens in, ik denk 6 tot 8 weken of zo voor een huidbehandeling. En op dit moment ziet mijn huid er echt goed uit. Ik ben benieuwd wat Jolien er allemaal over te zeggen heeft. Want die doorziet mij altijd meteen. Als ik veel stress heb, ziet ze het. Als ik me relaxed voel, ziet ze het. Dus nu vond ze dat het er allemaal goed uitzag en dat ik goede energie had. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal over mijn huid te zeggen heeft als de make-up eraf gaat. We gaan het zien. Good morning! Mijn haar is weer wat donkerder en nog iets meer oranje. Ik ben gisteren bij Charlotte geweest. We begonnen de dag met een hele leuke meeting met Kim en Sandra. Mijn vriendin Kim, die jullie kennen. Om te brainstormen over de Atelier pop-up shop. Die begin november een week plaatsvindt. En wat voor toffe dingen we daar allemaal kunnen doen voor het publiek. Hoe we het design-wise heel vet maken en een mooie ervaring. Hoe we ook wat verdieping kunnen brengen. Maar vooral ook hoe het er gewoon geweldig en Instagrammable uit gaat zien. En leuk gaat worden en goede vibes gaat geven. Dus dat was heel erg nice. En nu ga ik voor een picknick voor mij en Jordi niet 1, niet 2, maar 3 gerechten maken. En iedereen die me kent weet dat ik nooit echt een keukenprinses was. Dus dit is best wel een uitzonderlijke never before happened situatie. Maar sinds ik de nieuwe keuken, inmiddels zit hij er ook alweer dadelijk 3/4 jaar in. Maar dat motiveert me echt om meer te maken. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om hier te zijn en echt geniet van deze ruimte. Dus het heeft me echt wel veranderd in positieve zin. En ik ga nu lekkere wraps met zalm maken. Een pasta salade en een watermeloen feta salade. Gisteren allemaal voorwerk gedaan. Ik ben helemaal trots. Dit is nog nooit gebeurd. Ik ben gewoon boodschappen gaan doen. De dag van tevoren en heb allemaal dingen geprept. Om eigenlijk voor mij en Jordi en met name om iets liefs voor Jordi te doen. Een hele leuke picknick te creëren. Jordi had het hele huis voor mij opgeruimd. Dus ik dacht ik doe iets liefs terug. Good morning! Het is hartstikke vroeg en we hebben tropenrooster op kantoor. Wat betekent dat we hier lekker om 8 uur zitten tot 4 uur en dan naar buiten gaan om ergens het water in te springen. Ik ben helemaal make-uploos en een beetje shiny. Niet mijn beste look. Maar ja, Evie en ik gaan nu even buiten een ijskoffie halen en dan gaan we lekker winkelverpakkingen stickeren. Want Atelier komt ook in 20 vanilla winkels te liggen. Echt amazing, hoogtepunt ever. Betekent dus dat we voor al die winkels de verpakkingen nog zelf stickeren. Want we hebben nog geen partij kunnen vinden die de winkelverpakkingen zo kon maken zoals wij wilden. En ze ook kon drukken. Dus dat doen we nu zelf met stickers. Live. Dan denk je, oh wat leuk zo'n merkje. Glamorous. Maar ondertussen zitten we hier gewoon in een mini fabriekje. We zijn vrij. We gaan lekker ergens zwemmen. Soms wel lekkerder om lange mouwen te hebben dan blote schouders, vind ik. Zeker op de brommer. Oh, zoveel zin om naar buiten te gaan. Woehoe! Jordi rokt ook gewoon een atelier. Zeker weten. Met trots. Een atelman. Met veel trots. Zo leuk. Loving it. Hij is in jou. Hij is voor jouw 2 meter lange lichaam wel een klein beetje kort. Een beetje kort. We moeten ze in verschillende maten gaan maken. Denk ik. Oh ja. Zo heet en het voelt net als vakantie. Jordi houdt niet van hitte, maar mij kun je niet gelukkiger maken dan dit. Het voelt echt als vakantie in eigen land. Helemaal gelukkig. Ik heb een bikini van Bajo aan, een Nederlands labeltje en ik ga gaan zo even het water in springen, denk ik. Benieuwd of mijn haar dat aan kan. Ik wil hem. Ik wil hem. Ik hou. Ik wil hem. We hebben net lekker geslapen op het grasveld. En nu gaan we friet eten en hamburgers. We zijn na een lange dag naar het strand gereden waar we nu aan de biertjes zitten en zo in de zee gaan zwemmen. Echt heerlijk. De zon gaat langzaam een beetje onder en we gaan nog even wat eten hier. Heerlijk! Good morning world. Het is vandaag zaterdag en weer bloedheet. Ik had een hele grappige droom dat ik meedeed aan de Bachelorette. En iemand die leek op Jordi, toch uiteindelijk won. Random. We gaan nu naar de oom van Jordi, oom Jan. Die een huis heeft bij een stuk water, een plas. Waar we lekker kunnen zwemmen. En hij heeft ook een boot. En hij en zijn vriendin vinden het heel gezellig om met ons te gaan varen. En wat te ontbijten ergens. Het is nu denk ik 9:30 of zo. We zijn net uit bed gesprongen en springen eigenlijk meteen in onze bikinis en gaan die kant op. En heel gezellig om zo'n familiedagje ervan te maken, want daarna gaan we naar de micheltjes. Zie ik mijn ouders weer en mijn tweelingbroer Milan. Misschien is Jordi er ook bij, maar hij moest er ook nog ergens anders naartoe. Dus veel zin in, gezellige dingen. Leuke dag. Ik heb oude oorbellen in, of ja oude, helemaal niet zo oud, van Mango geloof ik. Een vintage shirt van Ralph Lauren, wat ik in Kaapstad kocht. Shirt van Ralph Lauren? Wat cool! Dat is zo cool. Een bikini van Onia heet dat. Nee joh. En ook een vintage Levi's, wat ooit een langere spijkerbroek was, die ik heb afgeknipt. Oh ja. Onia heet het. Oh ja. Wat heb jij aan, Jordi? Oké, Jordi, vertel me. Dit is Samsung Samsøe. Het is een seersakkershirt. Het is een mooie mix tussen organic cotton en linnen. Oh, kijk eens aan de info. Een Samsøe broekje van 100% gerecycled materiaal. Heel leuk. Daarbij draag ik dan graag mijn Oliver Peoples bril. Maar die bril draagt jij ook graag. Qua kleur matcht bij het geheel, trekt het geheel een beetje naar elkaar toe. Oké. Ja, hoi. Nice. We zijn bij Jan en Marjan aangekomen en de eerste duik van de dag gaat beginnen. Dit terrasje is toch gewoon madness. Daar gaat hij hoor. Oh, wat leuk dit. En lekker? Inmiddels zijn we bij de andere familie aanbeland, namelijk de Micheltjes. Met Jordi. Zullen we het er niet over hebben? Oké. En Mifa. En Miefje. Ik wil niet op de camera. Hallo, het is zondag en ik ben met mijn allerliefste Sander, die meteen al zenuwachtig wordt. Ja, oh, niet op buiten joh. Nee, grapje. Ik film ons eten. Ja, dat is goed. Lekker. Kijk. Nog een lekker snackje.